Goed mensen, een hele goede morgen. Leuk te kijken naar deze nieuwe video. Ik ga met je over de kerstdagen. En natuurlijk is het nog eventjes, nu nog een paar dagen denk ik wel. Voordat deze video online komt. En ik weet het niet meer zeker. Ik denk dat nog een paar dagen. En het is nu begin nog steeds half december. Het einde december komt de kerst. En ja, daar ga ik het jullie over hebben. Yo mensen, Isaac hier, leuk dat jullie kijken naar deze video. Mijn naam is natuurlijk Isaac, zoals jullie dat weten. En ik ga het even op de kerstdagen. Waarom ik dat ga doen, is dat heel veel mensen vinden het wel moeilijk. En zoals ik natuurlijk ook. Zoals jullie weten, heb ik ook geen relatie. En die kant ga ik op in deze video. En ik wil kort vertellen waarom ik dat dan moeilijk vind. En ja. En het is dat ik dus. Om meer dan 11 jaar vrijgezel ben, is dat zo leuk vrijgezel zijn. Dan nu kan ik allemaal jullie te kibbelen en zo. En het is niet meer dat ik op zoek ben, totaal niet. Maar wel van jongen op eentje. Dat vind ik nog leuk, nog steeds. Na best wel heel lange tijd, 1,5 jaar zelfs. En nu ben ik ongeveer. En ja. En daar heb ik al moeite mee. Rond deze tijden en dagen ook. Die niemand om me heen is, die weet je. Natuurlijk is het vermoeden mij moeilijk natuurlijk ook weer met de eerste kerstdag, maar gewoon lekker zijn dat ik een relatie heb. En zij zou komen met de tweede kerstdag of iets. Maar helaas heb ik geen relatie en dat is voor mij best wel moeilijk om het te begrijpen dat ik geen liefde heb. Ik bedoel, het is niet erg verder, geen mis, maar ook een woord. Dat zou wel leuk vinden bij eigenlijk om iemand niet meer te hebben en een leuke meid te hebben en ja, op zich ook niet per se extra, maar wel iemand te hebben wel een vriendschap, een gevoel, iemand hebben die mij gewoon iemand is die ik kan en nu weet die dan niet onder deze tijden en ik heb ook een hele vrienden eigenlijk en en dan gewoon echt blond op het denk van joh, lastig voor mij. En ja, ik had nog vrienden, maar wel ouder dan ik ben. Maar dat vind ik niet fijn. Ik wil gewoon, ik heb mijn eigen leeftijd en onze jongen natuurlijk ook. Maar niet hoe oud verder, maar ja. Wat ik zou doen is, ooit, ja, gewoon een vriendschap op te bouwen. En ja, omdat ik aan leuke dingen doen, dat ik wel met de kerst ga, dus ik weet jullie wat je over. Dat de kerst als de eerste keer dat op de tweede kerstdag bij mij is en zo. En ja, dat een beetje allemaal. En dan vind ik gewoon heel fijn dat te denken dat ik het even prettig vind. En ja, dus ik was goed om een grapje te maken over. Hoe moeilijk voor mensen het vinden met het van dat iemand te hebben omheen om deze kerstdagen. En ja. Nog wel gewoon echt een relatie had. En op zich ook meer niks missen denk ik wel met de relatie. Maar ik heb het ook niet om mij ook anderen bij te horen, zeker niet. Maar om te zeggen van joh, weet je, ik vind diegene gewoon aardig of zo, of gewoon leuk, of wat dan ook. Nog zeker niet. En, ja, ik weet niet, anders heel andere ideeën van, maar dat komt later in de volgende keer in de video. En ja, dat ik het best wel moeilijk vind om zoiets te, ja, hoe iets in denk van joh, rond deze tijd is het mij best wel lastig. En ook wat ik net ook vertelde is dat het, voor de tweede keer heb ik vaak alleen, de eerste keer heb ik mijn moeder. Het is ook wel leuk, maar de tweede keer ook echt iets leuks. Eigenlijk, en dat heb ik dan niet eigenlijk. Ik had dan echt niet terug moeten doen. Weet je, ik heb er iets kerst met mij. Nee. Gewoon een normale dag eigenlijk. Dat is wel heel moeilijk. En ook heel lastig. Eigenlijk om dat nog meer te maken en te doen. Dus dan doen we nog niet zo een beetje. Ik ga het niet maken erover. En ja. Ja, ik heb mensen wel aan mij vooral voel ik het moeilijk, maar ook weer niet eigenlijk. En ja, ik ben zo ontschattend dat ik wel bij mensen, joh, weet je, toch gelukkig, ik heb het natuurlijk gelukkig, maar
Gewoon ik wil alleen op bij te zijn. Je moet gewoon niet kennen of zoiets. Of gewoon voor je vriend niet kan worden op een keer. En dat gaat er ook niet, totaal niet. En wel wat je denkt van joh, weet je. Ik ben gewoon echt heel lastig. Ik snap natuurlijk wel als iets niet gaat, dan gaat het natuurlijk niet. Maar ja. We hebben nog een tip wat ik kan doen eigenlijk. En ja, natuurlijk, als ik net verstandig is, ja, ik heb natuurlijk wel iemand op het oog. En dat is gewoon erg lang. Ja, vond je weer een leuk, zeker een dikke vette duim omhoog. Vergeet niet gewoon te abonneren als je nieuw bent. Geef een nieuwe bericht aan te klikken. Een nieuwe bericht, notificaties. Als je link voor je online staat, kun je alles zien. Hier, in je chatbox. Dan zou ik zeggen, wel. Tot de volgende.